Goedemiddag en welkom vanaf de wedren in het centrum van Nijmegen. Het is alsof de spelers van NEC op ons gewacht hebben, want op dit moment, we zitten live, komt de spelersbus van NEC achter mij in deze straat aan en zullen ze straks verwelkomd worden door een uitzinnige menigte. 15.000 fans ongeveer is de schatting en het zal vanmiddag een enorm feest worden. Gisteravond natuurlijk de kampioenswedstrijd in de Goffert, bomvol met 12.500 toeschouwers, 1-0 overwinning. En daarom is vanmiddag dus de huldiging hier op de wedren. Ik kijk eventjes of de bus inderdaad aankomt, die staat stil. Het heeft allemaal wat langer geduurd, maar u ziet op de achtergrond de kampioenschaal en de feestende spelers. Het is een prachtig gezicht. Hier aan de andere kant dus het podium. Daar staan ongelooflijk veel blije fans, want NEC is na 1 jaar terug in de Eredivisie. Op de rode bus. Ze staan nog altijd stil, u ziet dat. En ja. Over enkele ogenblikken zullen ze toch echt hier zijn. En dan kunnen we ook eventjes de eerste reacties van de spelers horen. Hoe het allemaal was gisteravond na die mooie wedstrijd. Het was niet groots, maar NEC won wel weer. Thuis nog altijd ongeslagen dit seizoen. Het is een seizoen geweest, nog niet afgelopen natuurlijk, maar waarin NEC superieur was. En thuis alles won, nog 6 wedstrijden zal gaan spelen. En op jacht is ook nog naar allerlei andere records. Bijvoorbeeld het meeste aantal doelpunten en ook het meest aantal punten van de Jupiler League. Nog eventjes kijken of ze er al aankomen. Het staat daar nog altijd stil. Veel ballonnen natuurlijk vastgeknupt aan die bus. Nog enkele ogenblikken en dan zullen ze hier dus zijn. Hier zijn we aan de voorzijde op het podium bij de wedren. Hier gaat zo meteen de huldiging plaatsvinden. En u ziet het. Heel veel mensen staan hier. Verwachting is zo'n 10.000 of 15.000 mensen. Hoe ziet het draaiboek eruit? Om 5 uur moet de huldiging beginnen. De spelers zijn er bijna. Onze uitzending duurt tot 5 voor 6. De spelers worden even op het podium opgeroepen. Er komen toespraken. Er wordt heel veel feest gemaakt. We blikken ook terug op het afgelopen seizoen. We beginnen met de huldiging gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta. Een geweldige sfeer in stadion De Goffert, maar goed is de kampioenswedstrijd allerminst. Het is uiteindelijk Christian Santos die voor de zoveelste keer dit seizoen een beslissend doelpunt maakt voor NEC. En dan is de titel een feit. Euforie alom. Sjoerd, als je bent kampioen. Ja, genieten. Dat is echt fantastisch. Ja, veel mooier dan dit krijg je niet en je maakt het ook niet zo heel vaak mee in je leven, dus... Hey! Nee, nou, champagne op je voeten. Ja, bier is het volgens mij, maar je houdt wel van een geintje. De festiviteiten worden nog even verstoord als de supporters het veld opkomen, maar die worden met zachte hand weer weggewerkt. Daar heb ik me toch zorgen over gemaakt dat dit zou gebeuren, maar aan de andere kant... Ik kan me ook voorstellen de emotie van die mensen, maar aan de andere kant, het is opgelost. En we zijn super blij. En dit is het moment waar het allemaal om gaat. Clubicoon Jan Peters reikt de kampioenschaal uit aan aanvoerder Rens van Eijden. Rens van Eijden, je bent al zeiknat. Ja, klopt ja. Ja, maar had je verwacht dat we droog zouden houden? Ja! Ik kon dat zo maken. Ik ben zeer, zeer gelukkig dat we dat gewonnen hebben. Ja, jetzt kan ons dat keiner meer nemen. Jetzt eine tolle Party? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird richtig gefeiert, ordentlich gefeiert. Das ist super. Ruud Brood, genieten van je biertje. Ja. Ja. We zijn dit moeilijk te bevatten. Maar goed, iedereen zei wanneer. En nou, nu is het een feit. En dan geniet jij enorm. And today finally. We got last win and we got champion. We got champion. Everybody's drinking now. You don't drink alcohol? Actually not. No, just I'm enjoying with the water. Nu enorm feesten. Waarschijnlijk wel. Jij gaat voorop in de strijd als echte aanvoerder. Ik denk niet dat ik even vroeg thuis ben. Ja, mooi feest gisteravond in het stadion De Goffert.
Zojuist zijn ze gehuldigd door de burgemeester van Nijmegen, Bruls, met de bus naar het stadion. En nu zijn de spelers dus klaar om op het podium te komen bij collega Richard van der Maarden. Ja, de meeste spelers zijn inmiddels hier door de deur richting het podium gegaan. Ik kijk eventjes naast mij. Daar komt Bart van Inge aan, de directeur van NEC. Die staat hier even te praten. Meneer van Inge, kom er even bij. U staat de hele tijd al met een enorme lach op het gezicht, hè? Vanaf gisteren. We zijn met de bus natuurlijk door de stad gegaan. En dan zie je eigenlijk ook al pas wat er echt gebeurt. Dus, vertel eens, wat gebeurt er? Ja, zo gek, hè? Ja, en dat zie je gisteren wel in het stadion. Maar als je dat nu in de stad ziet, ja, dat maakt het extra bijzonder. Dus dan hebben we het toetje nog niet gehad. Dus dat is fabuleus. Hoe was het op het stadhuis? Ja, kijk, als je zo'n rit naar de stad hebt gehad en burgemeester was er. En je ziet gewoon dat de trots van deze club wordt ook echt gedragen door deze stad. En dat maakt het bijzonder. We hebben natuurlijk 10 maanden geleden ook met z'n allen geleden. Maar ja, dan is het ook heel mooi om dit feest te zien. Het is echt een volksfeest. Dus, Ongelooflijk veel gebeurd in 10 maanden tijd. Het was misschien af en toe wel een puinhoop vorig seizoen. En kijk eens nu. Ja, maar ik denk ook wel dat met beleid de hoofden koel, hè, staat in ons strijdlied. En ik denk dat dat het ook is, met juist beleid. We hebben ons hoofd koel gehouden, we hebben beleid geformuleerd en we hadden een plan. En dat hebben we gerealiseerd. En zie hier, kampioen. We staan daar ongeveer 15.000 mensen, het wordt één groot feest. U gaat daar zich straks ook melden. Ja. Gisteravond al, emotioneel zag ik toch, na de wedstrijd. Ja, maar volgens mij ik, nu nog steeds ik, een beetje. Ja, kijk, ik ben hier geboren, hè? Dus in het Radboud in 76. Dus... Als je zoiets met zo'n club meemaakt en je krijgt de kans om te herstellen, dan kan ik jou denk ik niet uitleggen hoe dat voelt. Dat kan ik bijna aan niemand. Dus het doet natuurlijk ook iets met mij. Maar uiteindelijk gaat het om de jongens, om onze club, om de supporters. En ik ben aangenomen om het allemaal te laten rijlen en zeilen. Ja. Ga ervan genieten, dank je wel. Dank je wel. Dankjewel mannen, super. Mag ik het horen voor het feestteam? Oké, jongens, wat een geweldigheid ook. Zeg, ik wil even zeggen, want ze zijn er heel Nederland, maar dat is niet waar. Maar we zijn wel een heel Gelderland live op zender. Zo, hebben we nog naar ons zin? Wedren, laat je horen! Dat kan harder! Oh jongens, en ik kijk even hier om de hoek, hè. Ik kijk even hier op de hoek. Ze zijn binnen. Ze zijn binnen. Ik heb ze gezien. Dus dat komt goed. Die komen zo meteen live. Ja. Dat doen we wat. Ze gaan echt live zingen, jongens, zo meteen hier. Ik ga eerst even kijken of dat wij een soort van directeur binnen kunnen halen. Dat zou lekker zijn. Ga weg jij. Ja, maar ga weg. Ja, ze zijn altijd dezelfde ook gewoon. Oké. In afwachting van de algemene directeur zeg ik het nog maar één keer. Kampioenen! Hey, dat kan harder! Oh, echt. Ik vind jullie zo geweldig. Briljant. Zo ver ik kan kijken, jongens, zie ik mensen. Dat is echt fantastisch. Geweldig. Oké, jongens, ik ga kijken of die er is. Tenminste, dat hoop ik wel. Waar is die? Bart? Ja. Het duurt even.
Geef hem ook een microfoon mee, anders kan hij niet praten ook gewoon. Dat is ook weer zoiets. Oh. 10 maanden en 23 dagen geleden, jongens, waren we met z'n allen hier aan het huilen. En nu, 10 maanden en 23 dagen verder, zijn we met z'n allen aan het lachen. Hoe mooi is dat? Bart, schiet hem op! Bart, kom nou! Bart! Klim daar nou overheen! Ja. Waar is die? Mag die microfoon? Oh, pak die van mij maar op, dat maakt ook niet uit. Dames en heren, Bart voor Dingen! Nijmegen! 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 We zijn kampioen! NEC, wij zijn kampioen! Arnhem, wij zijn kampioen! 10 maanden geleden, 24 dagen, zijn we allemaal op onze kin gegaan. We hebben hard gevochten, samen met een nieuw plan. En kijk hier, kampioen geworden. Met juist beleid, de hoofden koel, vechten voor NEC. Wij hadden dit nooit kunnen realiseren zonder jullie allemaal. De dag na de degradatie stond er bij de Goffert een rij. Door jullie. Dit is jullie kampioenschap. Stond er een bordje op de Waalkade en daar stond nog 15 kilometer tot Eredivisie voetbal. Ik heb nieuws, het is nu nog 15 kilometer naar de kampioen van Gelderland. En zo is het. Ik wil... Buiten jullie hebben we dit met nog een heel aantal andere mensen gerealiseerd. En ik wil aan jullie vragen om even het respect samen met mij op te brengen om die mensen te bedanken. Om te beginnen met alle vrijwilligers die het hele jaar voor onze club klaarstaan. En dat gaat niet voor niks. Het tweede... Zijn er heel veel mensen die ook bij NEC 10 maanden geleden hun baan hebben verloren. We hebben als club ook in moeten leveren. Ik wil ook iedereen op kantoor die er niet bij is geweest, maar ook die erbij zijn geweest, diep respect, ook voor hun. Ook voor hun is dit kampioenschap. Als laatste hebben wij inmiddels een optreden van een aantal mensen die nu al genoemd worden de 4B's. Mag ik naar voren Jacques Bongos, Jos Bons, Harald Bons en Marcel Boekhoorn. De 4B's. Onze voorzitter Tom van Galen. En onze burgemeester Hubert Bruls.
Mensen. We werken even. Mensen. Rust. We hebben dit met z'n allen gerealiseerd. Nu komt het volgende. Jongens, heel even. Even volgorde. Als we zijn allemaal supporter van deze club. En dat betekent. Jongens. Mensen, heel even. Met. Ja. 2 minuten. Er staan ook hier mensen bij. Luister. We zijn allemaal supporter van deze club. Of we weinig geld hebben of veel geld. Er zijn een aantal mensen aan mijn linkerhand. Die afgelopen jaar ons gesteund hebben om dit kampioenschap te realiseren. Mag ik een groot applaus voor Marcel Boekhoorn, Jacques Borrels, Harald Bons en Jos Bons. Wie? 10 maanden geleden gebeurde er iets en dan sta je ook als directeur alleen. Maar er is één iemand bij mij komen staan en mag ik ook een groot applaus voor onze voorzitter Tom van Galen. En of we het nou leuk vinden of niet, de gemeente is wel naast ons blijven staan in deze moeilijke periode. Ik wil jullie allemaal bedanken en nou gaan we bier drinken. Ja, dat dacht ik. Nou gaan we bier drinken. Zo, oh, kijk eens, hoppakee. De kampioen 2014-2015, zijn wij er klaar voor? Ah, ik zeg, zijn wij er klaar voor? Oké, en natuurlijk heeft zo'n elftal begeleiding, dat mogen duidelijk zijn. Dat dacht ik. Oké, kom op dan. Harder! Oh, jullie zouden echt allemaal hier moeten staan, jongens. Het is echt zo geweldig. Ik ga echt zo verschrikkelijk lekker slapen vannacht. Heerlijk. Oké, een elftal heeft begeleiding nodig. En die gaan we als eerste naar voren halen. Ze staan er allemaal. Mag ik een applaus voor de materiaalmannen van ons NEC. Dave Kelders en Ferdinand Vrijbergen. Davy! En dan is er ook altijd iemand die de video-analyse doet. Jamie Hulsker!
En dan hebben we twee teammanagers. Ron Pijl en Patrick Bonthuizen. En natuurlijk hebben we heel weinig spelers gebruikt. Dat heeft alles te maken met de medische staf. Jos Smit, Sjoerd-Jan de Vries, Han Thijssen en Bart-Jan Laurens. En assistent-trainers, die hebben we ook. Mag ik een groot applaus voor Wilfried Broekhuis, Ron de Groot en Roy Hendriksen. Wie? Harder! Oké. Daar gaan we, jongens. We gaan de hele selectie even één naar voren halen. De man die afgelopen jaar heeft laten zien dat hij echt een hele goede teamspeler is. De nummer 1 uit België, Mike van Hamel. Hey, en als ik nou zeg Appiaye, Appiaye, Marcel Appia! Nou, geweldig dit. 14 wedstrijden, 1087 speelminuten dit seizoen in het eerste van NEC. Tobias Heitz! En dan, dames en heren, jongens en meisjes hier op de wedren. Centraal achterin, waar zouden we zijn zonder Kevin Comboy? En ja, weet je, hij was bij officiële gelegenheden altijd heel erg gezellig. En terecht ook de heerser van het middenveld afgelopen seizoen, Tom Dame! Jongens, en dan, dit is wel een moment waar we met z'n allen op wachten natuurlijk. 12 goals maakte hij tot nu toe. 14 assists gaf hij mee. Hij is aanvoerder. Ja, precies, dat bedoel ik. Ali Reza Yahabax! Ik kan je wel dat hij heel erg blij is. Oké, jongens, we hebben er nog meer, want we zijn er nog lang niet. Hij is klein van stuk, maar wel kampioen in hart en nieren. Strijder op het middenveld. Hier is Greg op Rijnberg!
Oh, iets met een club die binnenkort overgaat of zo is dergelijks, denk ik. Oké, en tot nu toe topscorer van de Jupiler League met 24 goals. De topscorer van de kampioen, Shooters! Onderweg, jongens. Jazeker, nou en of. Even voor de front of house mogen we iets meer mogelijk op het podium, dan kunnen we het zelf ook een klein beetje horen. Met rug nummer 10, mag ik het horen voor Paco van Morsel! Paco van Morsel. En dan, meisjes, deze komt speciaal voor jullie. Mag ik het horen voor Christian Santos? We hebben hem een tijd moeten missen omdat hij geblesseerd was. Maar hij is weer helemaal terug. Dat heeft hij gisteren laten zien. Ons talent uit IJsland, Christian Emilsson! Oh jongens, ik word er steeds gekker. 9 optredens inmiddels in het eerste van NEC. 1 goal, 225 speelminuten. Hier is Jasper Walkens! Hij wacht even op zijn moment, hè. Komt-ie! Jasper is niet bang op, zeker niet. Dames en heren, jongens en meisjes, ons talent uit Nijmegen-Noord. Hier is Daan Disveld! Meer en meer en meer en meer hier op het podium met rug nummer 18. Mag ik een applaus voor Thijs van Hofwegen? Maak die foto, die wordt volgend jaar geld waard. En de volgende die ik op het podium wil halen, jongens, is goed voor 12 doelpunten afgelopen seizoen. En absoluut de allermooiste passeerbeweging uit de Jupiler League. Hier is Anthony Limpomba! Hoe verlegen kun je zijn, nou en of. Dames en heren, talent van de voetbalacademie van NEC. Hier is Tjehat Jelik! Ja.
afgelopen week vierde zijn verjaardag, dames en heren, jongens en meisjes. Hij werd 21. Hier is Banu Diarra! En dan, het kan niet uitblijven natuurlijk, de minst gepasseerde keeper uit de Jupiler League van afgelopen seizoen tot nu toe. En dat gaat ook niet meer veranderen. Hier is onze rots in de branding, Joshua Smit! En de volgende, dames en heren, dat is de talent die staat te popelen om door te breken. Geloof mij, hier is Kenny Elders! En gisteravond was hij nog man of the match bij de wedstrijd NEC tegen Sparta. Ja, natuurlijk. Hier is Davan Roddenvoort! Twee keepers is natuurlijk niet genoeg voor een eredivisie ploeg. En dus hebben wij ook een derde keeper. Hier is Stan Bijl. Ja, zeg even voor mijn beleving. Vinden we het nog leuk? Oké, nee, dan snap ik het even een klein beetje. Oké. 22 wedstrijden en inmiddels een vaste waarde rechts achterin. Hier is Giovanni Gravenbeek! Zeker. Oké, wedren. 10 maanden en 24 dagen geleden ging die foto heel Nederland door van een huilende speler. En gisteravond ging er één foto heel Nederland door van een lachende speler. Hier is Jeffrey Lemmekabessi! En terecht ook. En natuurlijk heeft dit elftal ook een aanvoerder. En die gaan we naar voren halen. Hier is Rens van Leijden! Jammer.
Oh, jongens. Geweldig. Oké, okay, maar we zijn er nog niet, jongens. We zijn er nog niet. Jullie moeten echt nog even terug. Want het moment moet nog komen, natuurlijk. Ja. Precies. Mag ik het horen? Ruudje! 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 Wat? Dat kan harder! Ruud! Ruud Groot! Oké, ik hoor jou nog net even zeggen, het zijn klootzakken. Ja, dat nummer is natuurlijk niet voor mij. Niet voor jou, hè? Nee, nee, nee. Zeg, hoe voel je je? Ja, enorm goed. Als je dit ziet, is prachtig. Supporters zingen. We worden kampioen, maar we kunnen nu zingen. We zijn kampioen. Dus ik ben benieuwd. Kijk hier. Harder! Kampioen, ze moeten wel harder. Als je... Even jongens, even, even, even. Als je aan het begin van het seizoen aan een opdracht begint met z'n allen, met jullie erbij, selectiestaf, organisatie. En als je dan begin april met de schaal in handen mag staan, dan zijn we met z'n allen enorm trots. Dan kunnen we met z'n allen ook zeggen, we zijn met z'n allen kampioen. En dat moet gewoon gevierd worden in alle belevingen zoals je hierachter ziet en voor. Dus laat het ook horen voor iedereen, Nijmegen, heel Nederland. Wij zijn al kampioen! Wij zijn al kampioen! Wij zijn al kampioen! Oké, dames en heren, de aanvoerder van deze selectie heeft die schaal natuurlijk ook vast. Rens, wat wil jij kwijt aan deze mensen? Nou, ik wil in eerste instantie iedereen bedanken voor de steun het hele jaar. We hebben denk ik met z'n allen een geweldig jaar gehad na moeilijke tijden. Ik denk dat we met z'n allen toe zijn aan de Eredivisie. Nijmegen is toe aan de Eredivisie. Wij zijn toe aan de Eredivisie. Heel NEC is toe aan de Eredivisie. Dus chapeau allemaal en op naar volgend seizoen. Allemaal top. Ja. Oké, jongens, daar gaan we. Mag ik een groot applaus voor de kampioenen 2014-2015. Als een jonge god, als een jonge god. Er is één man in het stadion die dit mag. Ja. Normaal gesproken heeft hij geen microfoon nodig.
maar vandaag wel. Eus, komt hij aan. Herinneren jullie deze nog? Nee, dat moet harder. Herinneren jullie deze nog? Ja, toch ja. Zingen, zagen, zingen, zagen. Zingen, zagen, zingen, zagen. Zingen. Zagen. Zingen, zagen, zingen, zagen. Oké, en er is nog één iemand die dat dan ook een keer wil doen. Leiva, nu kom jij. Ik doe voor jou. En wil jullie Jeffrey Lemke Bessie nog? En die gaat het nu doen, dan komt hij allemaal, hè. Zingen, zagen, zingen, zagen. Zingen, zagen, zingen, zagen. Zingen. Zagen. Zingen, zagen, zingen, zagen. Oh jongens, fantastisch dit. Echt geweldig ook gewoon. Mag ik het horen voor onze selectie? Ik zeg, even die muziek iedereen jongens. Kom maar, even los. Met z'n allen. Naast mij staat Sjoerd Ars, de topscorer van NEC en ook van de Jupiler League. 24 goals heeft hij al gemaakt. Sjoerd, wat maakt dit bij jou los, dit kampioensfeest? Ja, dit is kippenvel. Dit is fantastisch. Ja, kijk zelf, veel mooier krijg je denk ik niet. Ik wist niet dat je zoveel danskwaliteit had en meerdere spelers van NEC trouwens. Prachtige leuke dansjes hier op het podium hebben we gezien. Ja, ik heb een paar hele goede dance acts inderdaad gezien. Misschien dat volgend jaar dat ook eens moeten gaan doen. So you think you can dance of iets in die richting. Maar. Dit is toch grandioos. We rijden met die bus rond. Dan is de stad al vol en dan kom je hier en dat is helemaal geweldig. Ja, het is genieten. Heb je nog een beetje geslapen na gisteravond of was het één groot feest in de stad? Nou, gisteravond, nacht was het 5:30, 6 volgens mij. Vanochtend om 10:00 was het er al weer uit. Dus heel veel geslapen niet. Maar ja, goed, je wil ook niks missen. Hè? En dan moet je gewoon tweede paasdag voetballen bij Os. Dat zit toch helemaal niet in jullie hoofden nu? Nee, daar heb ik nog weinig over nagedacht inderdaad. Dit is een mooie groep, hè? Een geweldige selectie met heel veel kwaliteiten, maar ook een geweldige sfeer. Dat zie je aan alles. Ja, als je kampioen bent is het overal goed. Maar ja, nee, dat tekent ons als selectie ook wel. Ik bedoel, dat we dit seizoen met elkaar iedere wedstrijd gevochten hebben voor een goed resultaat. Hè. Ja, dat is het uiteindelijk uitbetaald in een fantastisch kampioenschap. Maar jullie willen meer records gaan breken, hè? Vertel eens. Behalve de titel, moet er nog meer gebeuren de komende 6 wedstrijden? Ja, goed, er zijn nog een aantal dingen te halen dit seizoen. En ik hoop dat we het in stijl kunnen afsluiten met een puntenrecord, doelpuntenrecord en topscorerstitel. Dus, ja, er liggen nog een aantal mooie dingen in het verschiet. Nu gaan we eerst genieten van dit en dan hoop ik dat we daarna daar naartoe gaan werken. En dan volgend seizoen in de Eredivisie, waarschijnlijk ook gewoon met Sjoerd Ars, want dat wil het publiek graag. En daar moet je altijd naar luisteren, toch? Ja, daar ben ik volkomen eens. Nou ja, goed, ik heb er zelf ook ontzettend veel zin in. En net zoals dit seizoen, de uitdaging was kampioen te worden, dat is gelukt.
Ja, ligt er volgend jaar een hele mooie uitdaging in de Eredivisie. Denk je dat de belangrijke spelers, zoals Tom Damen op het middenveld, maar ook achterin Comboy van Heide, ja, Handbaks misschien, denk je dat die allemaal blijven? Ah ja, er zit een goed beleid achter hier bij NEC. Ja, op het moment dat die jongens ze trekken, dan heb ik er ook vertrouwen in dat er goede spelers weer terug zullen komen. Ja, het is te hopen dat de meeste jongens gaan blijven, want ik denk dat we een uitstekende selectie hebben staan. Dus. Dankjewel. Gaan we weer terug het feestgedruis in, ja, zou ik zeggen. Zeker doen. Dolle bol op het podium. Het publiek, dan blijft hij natuurlijk staan kijken naar een helden. Zoals deze man met zijn zoon. Dag meneer, is dat uw zoontje? Ja, dat is mijn zoontje. Ja. Ja. Hoe hebben jullie het beleefd afgelopen nacht? Super, super. Ja, lang opgebleven, mooi seizoen. Ja, was genieten. En waren jullie in het stadion? Ja, stadion. Daarna op het plein. Ja, was geweldig. Ja, wow, super sfeer. En hij heeft geen keuze voor een andere club te zijn? Zeker niet. Rood, groen en zwart zit in onze hart. Hè? Of niet, hè? Ja. Wie is jouw held vandaag? Wat zei je? Wie is jouw held bij NEC? De beste speler. Shoot us. En hoop je dat hij blijft? Ja. En welk liedje vind je nou het leukste van NEC? Weer trekken wij ten strijde. Nou, laat maar even horen dan. Wat zei je? Laat maar eens even horen samen met je vader. Ja. Weer trekken wij ten strijde. Voor rood, zwart en groen. Weg tussen alle tijden. De Polonaise! Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neusje en dezelfde kant op gaan. Allemaal! La la la. Maar omdraaien. De koning heeft gesproken van je Polonaise. Handjes op de schouders en lopen ik. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat me. Ja, het is een geweldig feest. U ziet dat. Ik ga even iets proberen, iets bijzonders. Naast mij staat Marcel Boekhoorn. Dat is de grootste geldschieter al jaren van NEC. Hij geeft eigenlijk geen interviews, maar we gaan het gewoon even proberen. Meneer Boekhoorn, wat doet dit met u? Ja, dit is toch geweldig. Ik moet zeggen, ik ben er erg trots op om als Nijmegenaar dit na zoveel jaren weer mee te mogen maken. Ik vind het een eer wordt geweldig. Ja, ik zie u helemaal glunderen. U gooide zojuist ook een replica zo het publiek in. Want dit is voor de NEC natuurlijk een bijzondere dag. Maar nu door richting de Eredivisie. Wat zijn uw verwachtingen? We hebben natuurlijk, we zijn glansrijk kampioen geworden. En ik denk dat we het ongelooflijk goed gedaan hebben. En volgend jaar gaan we gewoon het linkerrijtje uit. En daar bent u op de achtergrond ook weer bij betrokken? Ik heb geen keus. Want NEC, heel even nog meneer Boekhoorn, NEC zit in uw hart. Hè? En daar, dat laat u nooit meer los. Tuurlijk, dit is mij, daar kom ik vandaan. Dit is mijn clubje. En dat zullen we altijd voor zorgen. Goed, dat was
Marcel Boekhoorn, de grootste geldschieter van NEC. Lang zullen ze leven. Maar de klachten dat mensen het koud hadden, daarom heb ik het volgende nummer toegevoegd. Dat is een nummer, het orkest wat hier niet bij kon, zit achter in het gebouw hier te spelen. En ik heb het orkest opdracht gegeven een liedje te spelen waarop wij met z'n allen kunnen inhaken, heen en weer lekker dicht bij elkaar. Welk instrument laten we beginnen? Gitaar is last. Een blaasinstrument. Oké, Willem. Willem? Oké, dit is Willem. Juist. Zo dadelijk gaan we de toetsen eerst invoeren, dat is Henk. Toetsen, Henk. Komt Harry, speelt ook toetsen. Is de bedoeling dat met z'n allen heel Nijmegen heen en weer gaat bewegen. Inhaken, links, rechts, links, rechts. Hey. Ja, dat is nog iets. Wat is het weer? Nou, er wordt enorm genoten van de muziek van Ronnie Ruisdaal. Ook door deze meiden hier. Jullie zijn echt NEC-fans. Ja, zeker! En jullie hebben al heel veel foto's gemaakt, hè? Ja, heel veel! Van wie allemaal? Santos! Van wie heb je foto's gemaakt? Van Santos! Santos! Ja, dat is de knapste? Ja, zeker! Heb je hem al eens een keer ontmoet? Wat zeg je? Heb je hem al eens ontmoet? Nee, nog niet, nog niet! Dan wil ik laten zien, hoeveel foto's heb jij al gemaakt? Oh, heel veel. Wie is jouw knapste speler? Ja, Santos. Allebei? Ja. Oké. En heb je nog geen handtekening of nooit of nooit nog geen handtekening? Nee, nog niet. Hoe hebben jullie gisteren de wedstrijd beleefd? Wat zeg je? Wat hebben jullie gisteren gedaan bij de wedstrijd? Hard gejuicht, goed aangemoedigd. En van wie moet er gewonnen worden komend seizoen? Wat? Van wie moet NEC winnen komend seizoen? Van welke club? Vitesse natuurlijk! Met hoeveel? Zoveel mogelijk, ja! Veel plezier dan! Ze heette Vladimir, ze was de strikte zee. De strikte Vladimir, en op alles waar... Naast mij staat Jeffrey Leijwe-Cabessy, kind van NEC. Teruggekomen na een aantal avonturen, waaronder in Duitsland. Jeffrey, wat doet dit met jou, dit geweldige feest? Ja, heel veel. Wat ik al vaak heb gezegd, jullie hebben met z'n allen hard gewerkt, voor gewerkt. En ook al deze mensen, die hebben er altijd gestaan voor ons. En het doet allemaal heel veel deugd dat we met deze mensen kunnen vieren. Vorig seizoen, 10 maanden geleden ongeveer, was je heel emotioneel. Toen degradeerde NEC, stond jij huilend op het veld. Heel veel emoties, maar nu de andere kant. Dat is ook het mooie van sport, hè? Dat is inderdaad mooi voor het sport. Nu is alleen maar vreugde en daar ben ik blij mee. Wat gebeurt er allemaal achter jou? Er gebeurt heel veel. Alleen maar vreugde. En dat is wat je vandaag moet hebben. Er zijn al heel veel mensen die jou gevraagd hebben. Jeffrey Leijwe-Cabessy, blijf alsjeblieft bij NEC. De clubleiding is daar, heb ik begrepen, op de achtergrond ook mee bezig. De fans willen het volgens mij allemaal. Jij wil graag. Dan moet dat toch gaan lukken. Want je speelt nog als een jonge god. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat ik volgend jaar hier kan blijven. Ik heb aangegeven wat ik wil. Dat ik nog een jaartje verder wil en nou ligt aan NC van of ze dat willen, ja of nee. En daar, ik kan alleen maar afwachten wat er gaat gebeuren. Afwachten en hopen. Want jij wil graag natuurlijk en dan gaat dat waarschijnlijk lukken. Wanneer denk je ongeveer, komen jullie daaruit? Sorry? Wanneer verwacht je, komen jullie daaruit? Nou, ik hoop de aankomende weken, voordat we de vakantie ingaan, hoop ik dat het allemaal duidelijk uit. Hoe moeilijk is het nu, als je weet dat je kampioen bent, om toch nog 6 wedstrijden te spelen? Bijvoorbeeld tweede paasdag, terwijl je hier vol in het feest staat, op tweede paasdag tegen Os.
Ja, dat is wel moeilijk. Alleen, wij hebben doelen voor ogen. En dat is een kampioenschap. Die hebben we nou binnen. We willen de vierde periode halen. En we willen een record aantal punten halen. Dus we moeten ons blijven focussen op de wedstrijd. Alleen, dat denken we op dit moment nog niet aan. Ga je het publiek nog even opzwepen? Misschien wel. Gezellig met Ronnie Ruijsdaal. Publiek of wel wat tammer, moet ik zeggen. Hier hebben we echt een diehard fan. Al 35 jaar fan van de club. Het is genieten voor u, hè? Wat zegt u? Ja. Laat een beetje herrie hier, hè? Het is wel genieten, hè? Ja, heerlijk. We hebben alles meegemaakt. Hoogtepunten, dieptepunten. En vooral afgelopen seizoen was een dieptepunt. Heb ik echt zitten huilen. En gisteren ook. Maar dat was voor vreugde. En niet meer van verdriet. Maar we gaan weer terug naar de Eredivisie. En dat was de doelstelling. En die hebben we gehaald. Je hebt echt een traantje moeten laten bij de degradatie. Ja, heel wat tranen. Heel wat tranen. Het is, dat heeft weken geduurd voordat ik daar een beetje overheen was. Ja. U kijkt gelijk weer verdrietig, zie ik. Wat zegt u? U kijkt gelijk weer verdrietig. Ja, als ik erop terug denk wel, ja. Maar ja, nou ben ik blij. We hebben feest. We zijn kampioen. En ja, wat moeten we verder van zeggen? Het is gewoon feesten nou. Zometeen de stad in. En de klant er tegenaan. En dan het nieuwe seizoen gaan we er helemaal vol tegenaan. En we zien wel waar het schip gaat volgend seizoen. En op welke wedstrijden verheugt u zich nou het meest komend seizoen? Ja, dat is een vraag. Wat denk je nou zelf? Waar zitten jullie? Arnhem, hè? Dat is de wedstrijd, hè? Ja, dat zijn de wedstrijden. Ja. Ik zie al die ogen dat hij zich heel erg op verheugt. Ja, op die wedstrijd wel, ja. Gelukkig weer een goed jaar, dank u wel. Ja. Jij ook. Door. We gaan gewoon. Ruud, hier al. Deel die vlaggetjes uit, gooi ze in het publiek. Hier al, volgende nummer is een Polonaise nummertje. Zo dadelijk, we bewaren het lekkerste tot het laatste. Ja, papa. Wie gaat voorop in de Polonaise? Hey. Doe maar. Ja. Krekker in Breinburg, neem een sausijse broodje, zou ik zeggen. Nee, sla je op. Wat zegt u? Niet goed voor je. Nee. Broodje. We hebben nog een paar wedstrijden te gaan, dus een beetje nog gezond. Af en toe nog een beetje gezond doen. Wat ben je toch een echte jonge topsporter die voor de sport leeft, hè? Heel serieus. Tuurlijk, ik heb altijd doelen. We hebben ons teamdoel bereikt. Maar ik heb persoonlijk ook nog doelen dit seizoen, dus die wil ik nog steeds bereiken. Wat zijn die doelen? Ja, ik wil steeds nog mijn eerste doelpunt maken voor NEC. En nog zoveel mogelijk minuten pakken. Voor de mensen die het niet helemaal weten, je hebt een hele belangrijke rol gespeeld dit seizoen op het middenveld bij NEC. Alleen de laatste wedstrijden gemist door een blessure. Hoe moeilijk is dat als je weet, we worden kampioen en je kan niet spelen? Ja, het is niet zo moeilijk. Ik heb mijn steentje bijgedragen deze seizoen zelf en daar ben ik blij om. En, we zijn een team, ik ben een teamspeler en ik ben naar NEC gekomen om kampioen te worden en dat is uiteindelijk gelukt. Wat vind je van dit Nijmeegse feest? Want jij bent een Arnhemmer, hè? En nu ben je als Arnhemmer, sta je hier in Nijmegen. Ja, klopt. Ik ben een Arnhemmer, maar ik heb hier ook een zaak in Nijmegen. Dus ik voel me 50-50. Je voelt je ook alweer een beetje echte NEC'er. Want je hebt natuurlijk ook heel lang bij de Graafschap gespeeld. Waar je ook volgens mij in 2010 kampioen bent geworden. Ja, ik heb heel lang bij Graafschap gespeeld. En
Champion! Ja, Les moppen. Ja, je ziet het, de sfeer is goed. Hè. Iedereen is blij, iedereen heeft hier naartoe gewerkt. Dus dat is fantastisch. Wat is nou een mooie kampioensfeest in de Achterhoek bij de Graafschap of hier bij NEC in Nijmegen? Allebei even mooi, allebei zijn even belangrijk. Dus ik ben blij dat ik hier ook kampioen kan worden. Dus helemaal trots. Nog heel even, neem ons tot slot nog heel even mee naar de afgelopen nacht. En ik hoor al van heel veel spelers nauwelijks geslapen. Groot feest. Vanmiddag in het stadhuis. Vertel eens. Ja, heel weinig geslapen. En ik weet niet hoe de wedstrijd van maandag gaat worden, maar. Ik denk dat we nog wel een beetje serieus moeten trainen, denk ik eventjes. Oké, maak er nog een mooi feest van, dankjewel. Is jouw fiets gejat? Dan gaan we voor jou een liedje zingen over je fiets. Ja, we gaan nu meneer, zijn fiets is gejat. Dames en heren, volgende met begint akoestisch. Mag een akoestische gitaar? Voor jou speciaal, jouw fiets is gejat. Ah, 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 ah. Ken je die trouwens, fiets is gejat? Jij komt nooit meer terug. Vastgelagen aan die boom voorbij. Het ging allemaal zo vlug, ketting zaag op. Al die kennissen die me vragen. Rooney, je hebt toch een nieuwe fiets? En wat is er met die fiets gebeurd, Nijmegen? Wat is er met die fiets gebeurd? Mijn fiets is mooie zinnen van Ronnie Ruijsdaal, gaan we eruit. Hier gaat het nog even door, tot 8 uur duurt het feest hier. Onze uitzending eindigt hier. NEC moet nog een paar wedstrijden spelen. Topos, Den Bosch, VVV, het is allemaal niet zo sprekend. Volgend seizoen komen de grote namen weer. Feyenoord, PSV, Ajax en natuurlijk AC Vitesse. Bedankt u voor het kijken naar deze uitzending. Ik wens u nog een fijne avond.